Ik voel me zo verdrietig. Welkom iedereen bij mijn let's play van De Huilende Man en zijn ocarina. In deze part gaan we eindelijk de Gerudo Fortress doen. Op zich zou het een keer tijd worden. Dat was heel lange tijd geleden. En dan kan ik eindelijk even laten zien hoe de Gerudo Fortress eruit ziet en hoe leuk het is. Nou, laten we het ook eerst gelogen. Ja. Nou. Dankt. En toen ging ik zwemmen. Yep. Ben een dolfijn. YOLO. Eigenlijk is dit stuk gebaseerd op de canyon. Kom op, ik ga toch wel de goede kant op, of niet? Die desert van Ocarina of Time, ik weet niet meer hoe die heet. Oké, hier is ergens de ingang. Maar ik heb geen energy. Zeer vervelend. Pots, arrows. Kom op, gozer, dus ik heb energy nodig. Rupees. Is energy te veel gevraagd hier? Meer rupees. Gozer, ik wil geen arrows. Ik wil wat energy. Energy of mana, ik weet niet hoe het heet. Gewoon energy. Waarom is het zo moeilijk om fucking energy te krijgen hier? Het is geen luxe item. Dat is cool. Nee, maar zo terug even wat energy voor elkaar sprokkelen. Be right back. En daar was ik weer. Ik heb eindelijk wat energy gevonden. Oké, hoe je die moet aanpakken is simpel. Shockwave op de planken doen. Seems very simple, is ook heel makkelijk. En nu gaan we hierin. Welkom in Pirates Fortress, maar iedereen noemt het Gerudo Fortress en het lijkt ook veel meer op Gerudo's. Want er zijn geen piraten hier. En hier heb je de Stone Mask voor nodig. De Stone Mask is je beste vriend. Weet je waarom? Niemand merkt je op. Wat dit zo makkelijk maakt. Toegegeven, het is niet echt. Het is niet de snelste manier. Maar je komt er. Nee, stoutvis. Gewoon zwemmen. Zwem. Meer stomme kutpiranha's. En allee, hoepskee. En ik merk nu dat ik iets vergeten ben. Oké. Ja, slow die tijd. Hiervoor moet je echt wel een beetje tijd hebben. Want het gaat lang duren. Pound. Dan gaat die klep open. Oké, toegeef. Ik heb nog de hookshot, maar ik ga hem niet gebruiken. Pas als ik hem eerlijk heb gekregen.
Wanneer heb je hem eerlijk gekregen? Dat laat ik zo zien. Oké. Okay. Nou, hier heb je eens een puzzel. Die zuigt. Oké, okay, en dan doen we zo. En dan doen we zo. Mooi. Nou, deze kan een mooi grabben. Dus dat scheelt heel erg. Oké, okay, de controls zijn nog steeds een beetje gimmicky, vind ik. Maar ja. Als ik het goed heb onthouden, moet het op deze manier. Punt is, heb ik het goed onthouden, ja of nee? Yep. Maar zag ik het goed? Er is hier een chest. Serious. Nou ja, laat het chest maar voor het is. Dit is een stroomversnelling omhoog. En deze dingen zuigen. Daar kom je heel moeilijk langs. Deze dingen, voor mij, deze dingen waren niet insta-kill, maar kwamen wel aardig in de buurt. Ze doen wel ziek veel damage. Doe ik iets verkeerd? Waarschijnlijk. Voor mij moest ik al eens één mooie, nette beweging doen. Oh. Hé? Vraag je, wat is de point of this? Oké, okay, waar is mijn zorgmask? Hier. Ik vond dat de zorgmask altijd leek op een hockeymask. Nee. Ah, you gotta be fucking shitting me. Dit was bullshit. Nou gehaald. Don't care. Deze is maar zo veel damage. Huh. Ik zal nog veel meer damage delen. Nou ja. Ik op. Link de trap op. Trap ladder, mijn fout. Ik kan fouten maken. Oké. Okay. Wat doet dit? Oh, wacht even, ik weet alweer hoe je dit moet doen. Dan sta je hierop. En doe je dit. Domme. Mijn timing was heel erg slecht.
Kijk, en dan gaat deze weer omhoog. En dan gaat deze weer... Ik heb echt... haat aan het... Oké, nou sta ik er mooi op. Kijk, en zo moet je het eigenlijk doen, maar ja. Link denk ik ook niet naar. Oh ja, ik kan er ook in. Nope. Oké, hoe moest ik dit ook weer doen? Kon ik deze ding niet gewoon snipen? Exactly my point. En zo. En doen we zo. Wat damage maakt niet uit, want anders. Anders geeft het ook niet. Dan pakken we snel weer de stone mask. Oeps. Nope. Doen we het zo. En gaan we omhoog. En nou pas ben je eigenlijk in de fortress. En iets wat Stone Mask leuk maakt. Je kan doen wat je wil. Niemand ziet jou met Stone Mask op. Leuk hè? Oké. Even onthouden dat ik ook weer moest. Ik pak ook altijd de pijl omhoog, is iets anders. Oké. Deze weg moeten we volgen. Hey, Chiquita. Nou heb ik gezegd, Stone Mask hebben voor dit stuk. Fucking fijn. Nope. Oké, toegeven, ik heb het stuk al gedaan. Dus waarschijnlijk is hij niet. Hè? Gozer, ik heb de hookshot, dus who the fuck? Oh, misschien een geresette cutscene, who knows? Hé? This makes no sense. Ik heb de hookshot, maar dit stuk niet. Hé? Nou ja. The sea snakes. Silence. Daarom. En dit is waarom ik zeg... De bottles moet je hebben. Hier kan je 4 eieren halen. Heb je 4 bottles. Kan je ze allemaal in één keer ophalen. Ben je klaar. The dragon cloud floating over the bay. Skull kid. Wat doe je nou weer? What the fuck ben je aan het doen? Nou ja. Zo moet je doen. Huppakee. In één keer goed eigenlijk. Vind ik nog op zich knap. Stadje Chiquitas. Raar. Wacht even. Gaf milk. Dit is echt een serieuze vraag. Oh, milk heb ik opgedronken. Oké. Dan gaan we zo. En dan zijn we hier. Wat doe je dan? Een blue rupee. Wauw. Eigenlijk zou hier de hookshot in moeten zitten, maar ik heb ook geen idee hoe deze fucking ding werkt. Nou, de hookshot werkt als volgt. Je doet het gewoon zo. Gewoon mikken. En pak.
Ja, maar nog werkt het niet op die manier. Wat op zich zuigt. Dan pakken we een empty bottle. Nee. En... een zorrehek. Nee, nee. Ga uit. Braaf, jongen. Ah, nee. Allee, hoep. Eerst ei is binnen. En ik ga denk ik gewoon dit hele stuk gewoon een stuk dood doen. Maar ik snij denk ik gewoon een stuk door. Want ik wil best lange video's voor jullie maken. Alleen ben dan bang dat ik na een tijdje geen video's meer over heb. En daar kan je wel toch van komen? Oké, seems legit. Dit vind ik op zich wel fijn in de hookshot. Gewoon dit. Heel scheef, maar ja, boeien. Oké, even kijken. Welke wegen kan ik allemaal op? Ah, dit stuk. When in Rome, do as Romans do. Can't touch me. Oké, dit is een kutstuk.